Wat een betrouwbaar ding is dit natuurlijk ook, hè? Even kijken, moet ik even naar mijn tonen gaan? Wacht even hoor. Ben je erbij? Kan je er ook mee bellen met dat ding? Geluid, ja, een tof ding joh. Echt, even kijken hoor. We hebben geluiden hier. Even kijken hoor. Ja, heb ik een vraag? Ik zet hem even aan, hè? Deze ringtoon. Ik zal het nog één keer even horen. Dit is deze ringtoon, hè? Komt die aan? Ja. Ja. Van wie is die? Van welk Disney-figuur? Nou, Pinocchio? Wat is dat? Wat jij dan? Wat? Hey! Wreck the Mongo! Multimedia ringtoon. Wat was de ringtoon van Pinocchio? Ik heb hier een mopje in het Engels. Ja? En dat is werkelijk niet te vertalen, maar hij is wel leuk. Nou, ja, dan. Dus zal ik het dan voor de Engels sprekende een keertje doen? Ja, dat is zeer wel. Two men. Ja. Twee mannen. Oh, ik ga het niet vertalen. Two men were telling each other about Christmas gifts that they gave their wives for this year. Ja. Dus kerstcadeautjes die ze... Nee, ik ga het niet vertalen. Een beetje vertalen. Oké, nou, ze praten met elkaar over de kerstcadeautjes die ze aan hun vrouw hebben gegeven dat jaar, hè? Ja. En one told the other, dus de een vertelde de ander... This year I gave her a diamond ring and a car. Hij heeft een diamanten ring gegeven en een auto. Hij zegt zo, dat is very generous. Hè? Nou, dat is gulden fijne Harry, zegt hij. Dus ja, zegt hij. So if she doesn't like the ring, then she can use her new car to drive herself back to the shop to exchange it. Hè? Dus dan kan ze met die auto die geeft gewoon zelf naar de juwelier terug gaan. Om die ring te wisselen. Ja. Ja. En die andere gozer die zegt, well, I gave my car. I gave my wife a pair of slippers en een dildo. I gave my wife a pair of slippers en dildo. Dus ik gaf een sloffen en een vibrator. Ja. En ze zei, why did you do that? Well, if she doesn't like the slippers, then she can go fuck herself. Dat is toch een leuk mopje? Ja. Oh ja, zullen we nog even wat minderheden doen? Ja. Theo! Ja? Een boze moslim. Soetje erin. Soetje. Mustafa. Mustafa is een onschuldig. Dus, hier nog een mobiel. Dat is een oude boer. Die oude boer die heeft twee zoons. En op de boerderij is de enige stier overleden. Nou, dat is ook wel sneu, hè? Ja. Dat gebeurt ook nog vlak voor de bevruchting van zijn nog twee overgebleven koeien. Dus ook, weet je, die staan een beetje onbevlekt in de wei, Bertha 1 en Bertha 2, hè? Dus na een tijdje roept hij zijn zoons en hij vertelt hun van het probleem. Nou zegt de wat slimmere, oudere boerenzoon, nou dan bellen we toch gewoon... Oh nee, zo, nou, dan bellen we toch gewoon K... Ja, en zo praten ze. Dan bellen we toch gewoon KI even. KI. Kunstmatige precies, ja. Oh, ja. En die oude boer die weet eigenlijk niet wat het is. En die vroeg, nee, dat wil ik allemaal niet van weten, hè. Maar een tijdje moet de boer toch wat. En die zegt tegen die zoon van, nou weet je wat, jongen, regel het maar, hè. Regel het maar. Nou, een paar dagen later, als de boer alleen thuis is, komt er ineens een wit busje met grote letters op de zijkant KI voorrijden, hè. Ja. Stapt een man uit de auto, die loopt naar de boer toe en die zegt... Goeiedag, ik kom voor de bevruchting van Bertha 1 en Bertha 2. Nou, zegt die boer, loopt u maar even mee, hè? Ja. En die boer die gaat dus voor die man de stal in. Hij zegt, nou, daar staat Bertha 1, daar staat Bertha 2... daar hangt een haakje voor je broek en de rest hoef ik niet te zien, vader Vriespuik. Is dat ook leuk? Een stad waar de zon nooit schijnt. Oh? Amersfoort. Ze worden ook niet weten. Nee. Dit is het. Hier moet je mee met vanaf nu. Kijk, ik wil eens meer voorlezen. Nee, leuk dan. Ben ik wel weer. Knooppunt Amersfoort. Die wordt ook in deze. Oh ja. Een islamitisch huisdier. Oh nee. Een mekkavia. Hij bouwt een feestje in de winter. Muziek van alle kanten. Rob die autobanden. Gewoon gezelligheid. Muziek van 4 tot 7. Je middag komt tot leven. Zelfs als het vriest is het zomertijd.
goede mensen. Nou, ik denk dat Heer en Goor ook gaan verhuizen. Ja, ja, ik weet wat het doet. Nou, ik ga hem even verdiepen in de teksten en de orkestband van de... Moeten we die even in het systeem, anders kan ik het niet uitzetten. Goed dat je hem bij hebt, die orkestband, maar hij moet even in het uitzendsysteem. Oh, ga ik hem even gaan erin zetten. Hoe laat gaan we hem doen? Hè? Ja, half uurtje. Laten we nou eerst even op die teksten mieren en dan...